Ja, het is toch weer 3 weken. Dat gaat niet in een koude kleren. Ja, dat blijft, hè? Ja, dat blijft altijd met die grote rondes. Maar ook ik ben blij dat het weer voorbij is. En ik denk dat ik de ronde leuk en goed heb afgesloten met de ploeg. Is dit het gevoel waarmee je nu staat? Is dat het gevoel waar je 3 weken geleden naar op zoek was? Ja, wel inderdaad dat ik 3 weken geleden naar op zoek was. Alleen jammer genoeg kwam het wat laat in de Tour. Eigenlijk pas vanaf de Alpen dat ik me echt goed begon te voelen en mezelf wat kon laten zien. En daar baal ik wel een beetje van dat niet eerder ook in de Pyreneeën was. En dat ik toch nog misschien wat meer eruit had kunnen halen dan ik nu heb laten zien. Maar desondanks zeg maar de laatste 2-3 dagen in de Alpen zeker heb ik toch weer goed laten zien dat mijn niveau weer hoog was deze Tour. Ja, hoe kon het? Was het echt de diesel die warm moest worden? Ja, ik weet niet. Het was niet zo echt dat ik echt vermoeid voelde. Want ja, anders kom je er ook helemaal niet meer door, denk ik, in de Tour. Maar ja, ik had gewoon niet de juiste benen. En misschien zat ik niet helemaal in de juiste focus, zeg maar. Omdat ik ook geen klassement reed. En ja, dan had ik toch misschien die Pyreneeënritten nodig om er echt doorheen te komen. En in de Alpen voelde ik me gewoon een stuk beter. En dat bleek ook wel dat ik meer kon meespringen. En ook in de finale wat kon doen. Dus ja. Dan kon je nog heel mooi werk voor je kopman doen, die maar mooi zesde is geworden in het eindklassement. Vergelijk dat eens, zelf zevende worden en iemand na een hele mooie notering in de Tour gidsen. Zit daar overlap in? Is dat verschillend? Ja, dat is natuurlijk wel verschillend. Robert heeft echt 3 weken met de focus moeten rijden, ook op de vlakke ritten in Nederland al. Het gevoel van vreugde wat dat oplevert. Je bent ook een teamplayer. Ja, nee, zeker. Zeker als je aandeel daarin de laatste dagen heb ik goed werk voor hem kunnen doen, denk ik. En zeker ook gisteren nog door hij naar de Alpe d'Huez nog redelijk denk doorheen kunnen sleuren. En dan krijgt voor mij ook gewoon voldoening. En ook omdat mijn niveau gewoon goed was daar. En ja, dan ben ik blij dat ik hem eraan heb kunnen helpen en mijn bijdrage heb kunnen leveren. Ja, kijk je dan ook op teletext naar je eigen eindklassering of helemaal niet meer? Ik kwam er gisteren achter dat ik 21ste stond, dus daar was ik helemaal niet mee bezig. En het enige wat telde was Robert voor klassement en eventueel zelf voor de etappe gaan. En helaas zat er dat er niet echt in deze ronde. Zie je het zitten om in deze ronde nog eens een keer vol voor het klassement te gaan, volgend jaar al bijvoorbeeld? Ik denk het wel, maar dan zal ik denk ik wel andere keuzes moeten maken, bijvoorbeeld door niet een Giro te rijden, want dan wordt dat echt gewoon te zwaar. Ik heb nu al gemerkt dat je Giro en Tour wel kunt rijden, maar niet allebei op topniveau. Ja, niet alleen bij Steven Kruiswijk, maar kijk naar iedereen. Hè. Het is gewoon duidelijk zichtbaar dat het bijna niet meer kan. Ja, je ziet het aan veel renners. Contador, die heeft dan nog zo'n klasse dat hij gewoon nog even vijfde wordt. Maar bij hem is ook het echte scherpte er ook wel af. En dan merk je wel dat de Giro gewoon heel zwaar was.